Ik sta hier voor de ingang van Sportcentrum De Kuil. Zo dadelijk gaat topturner Jeffrey Wammers de zaal officieel in gebruik nemen. En wij zijn er uiteraard bij. Namens het promotieteam van de SBB heet ik u van allen hartelijk welkom hier in het Sportcentrum De Kuil. Na een klein jaar bouwen, een 10 jaar voorbereiding, is het al zover dat wij hier mogelijk gaan geven een mooi sportcomplex erbij gekregen hebben. Dank hierbij aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het bestuur van de SBB hiervoor. Naast mij is inmiddels aangeschoven Meinert van Haven, bedrijfsleider, zeg ik dat goed, van de nieuwe sporthal? Van de nieuwe sporthal, ja. Ook, ja, ja. Je hebt heel veel onder je hoede op dit moment, toch? Ja, zeker. De sporthal De Sporthoeve, de gymzaal in Nieuwebrug en natuurlijk Sportcentrum De Kuil. Ja, hoe is het nou om Jeffrey Wammers hier in ons midden te krijgen? Hoe gaat dat nu in zijn werk? Ja, dat gaat fantastisch. We hebben een promotieteam en daar kwam iemand uit op het idee van we moeten wat een aansprekend persoon moeten we proberen uit te nodigen. En toen dacht iemand aan Jeffrey Wammers en dat is zo gegaan. Die is gebeld en die heeft totaal zijn medewerking verleend om hier een half uur, drie kwartier aanwezig te zijn. Ja. En wat is nou zo uniek van deze bijzondere sporthal? Het unieke is sowieso de houten vloer natuurlijk, maar wat eronder zit, dat is de vloerverwarming. We hebben hier een houten sporthalvloer met vloerverwarming. Daar zijn er heel weinig van in Nederland. Ik let ook een beetje op het geluid, de akoestiek. Akoestiek is natuurlijk fantastisch. Alle wanden zijn heel dik ingepakt met wel 10 tot 15 centimeter isolatie. Dus ja, en we hebben een ontzettende goede vuilwand erin zitten. Die ook op dat gebied zeg maar, weinig geluid doorlaat. Dus er kunnen veel groepen parallel hier werken? Er kunnen twee groepen zomaar parallel werken zonder dat ze last van elkaar hebben. Overdag natuurlijk de scholen. De Pax Christi, de Kosterschool en de Antonius die gebruiken hier de hele week de zaal. Ja. En de oude sportzalen die worden nu gesloopt, of wat gaat ermee gebeuren? De dronenzaal, daar zijn ze nu bezig met het asbest eruit te halen wat er nog in zit. En die worden één deze dagen worden die gesloopt. En dat is de dronenzaal en de Laan van Turkenburg, ja, daar zijn ze nog mee bezig. Daar zou de Kosterschool wel interesse in hebben, omdat die lokalen tekort komen. Maar dat is een puntje de Kosterschool gemeente. Ja. En wij verder niet, onze zalen zijn leeg, wij gebruiken ze niet meer. Ja, laatste vraag, ben je trots op deze zaal? Ik ben apetrots op deze zaal. Dus ja. Dat straal ik hoop ik wel uit, want het is fantastisch. En zeker de mensen die erop afgekomen zijn. Als je ziet wat een hoop mensen er geweest zijn en kinderen die gebruik maken ervan, fantastisch. Dankjewel voor deze reactie, Meinert. Graag gedaan. Jeffrey, hoe gaat het tot nu toe? Ja, goed. Ja? Hartstikke leuk. Al een beetje lekker opgewarmd? Ja, volgens mij wel, maar een heleboel meiden, hè. Dus, Nou, toch niet vervelend? Nee hoor, het is hartstikke leuk. Maar wat vind je van de zaal hier? Het is een hele nieuwe zaal. Ja, super mooi. Ja, ik dacht eerst dat het een permanent ingerichte zaal was, maar ze moeten het wel zelf opbouwen. Maar, ja. Ja, wel een super mooie zaal. En wat ga jij verder voor demo's zo dadelijk nog meer geven? Maak ik deze clinic af en dan doe ik zelf nog wat series, wat moeilijkere series, zeg maar. Dus ja. Wij blijven hier de gaten houden. Oké, is goed. Hallo meiden. Hoi. Hoe vinden jullie het om met zo'n topturner samen te werken? Leuk. Ja? Ja. Doet hij het een beetje goed? Ja. Ja? Is hij goed of super? Ja, hij is super goed. Ja? Willen jullie net zo goed worden als Jeffrey? Jazeker, ja? Echt ja. Nou, laat het dan zien. Wij houden jullie in de gaten. Jeffrey, een aantal jaar geleden ben je ernstig geblesseerd geraakt, maar er is nu niets meer van te zien. Hoe gaat het nu met je? Gelukkig al een tijdje geleden. Dat was 2006. Ik ben daar wel weer helemaal van terug hoor. Dus, Je hebt er niets aan overgehouden lichamelijk? Ja, een tijdje wel, maar ik ben dat nu wel helemaal te boven, zeg maar. Hoe zwaar is het dan om het dan weer op te krabbelen na zo'n zware herstelperiode? Ja, in het begin wel heel erg moeilijk, maar ik denk dat de drijfveer om weer terug te komen groter was. Waardoor ik zelf niet zoveel merkte van het terugvechten, zeg maar. Voor mij ging het gewoon automatisch. Ja. Nou, wat zijn jouw ambities verder nog de komende jaren? Ja, Olympische Spelen volgend jaar natuurlijk. En ik denk dat ik nog wel sowieso een paar jaar door wil. Dus ja, dan heb je het natuurlijk gelijk over Rio in 2016. Ja.
Ja, ben je nu al extra aan het trainen voor de Olympische Spelen? Ik ben wel nog steeds zwaar in training, ja. Want in januari hebben we nog een kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen. En dan zal het tussen mij en Epke Zonderland gaan. Dus ja, daar ben ik flink voor aan het trainen. Nou, hoeveel uur per dag praten we dan over? Of nou, hoeveel dagen? Ik denk sowieso 6 dagen in de week. En het verschilt een beetje. Meestal rond 3,5 tot 4 uur per dag. En daarnaast heb ik nog school, dus dan wordt het moeilijk om nog meer te trainen. Maar ik denk dat je ook slim moet trainen, dat je niet, geen blessures krijgt en dat soort dingen. Ja, een beetje een balans in vinden. Daar heb je inderdaad ervaring mee. Ja. Liggen blessures altijd om de hoek? Ja, sowieso met een zware sport als turnen is het sowieso moeilijk. Dus dan moet je altijd voorzichtig zijn. Maar ja, aan de andere kant heb je de trainingsuren wel nodig. Dus gewoon een balans daartussen vinden is wel moeilijk af en toe, ja. Wat zijn al deze meiden hier willen aanraden die door willen voor de toekomst? Gewoon keihard trainen, dat is altijd nummer 1. En daarnaast gewoon de liefde voor de sport, die moet je wel hebben. Want als je het wel leuk vindt om te doen, maar het is niet je passie, dan wordt het wel heel erg moeilijk om echt uit te blinken in turnen, denk ik. Nou, jij blinkt duidelijk uit, het is duidelijk jouw passie. Ja, het is wel mijn passie, maar ik heb ook met bepaalde dingen gewoon geluk gehad en goede keuzes. En ouders die achter me staan en ook altijd op zoek zijn geweest naar een goede club, goede trainer. En dat speelt ook wel heel erg mee. Nou, dankjewel voor deze inspirerende teksten. Het is dus belangrijk voor de ouders om ook hun kinderen aan te blijven sporen. Al dus Jeffrey. Nou, we zetten hem weer op. Ja, dankjewel. Ja, Bodegraven kan terecht trots zijn op de nieuwe sporthal. Dit was Erwin Holthuizen voor TV Bodegraven. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.